Goedendag en welkom bij een speciale editie van het COVID-19-journaal voor vandaag donderdag 4 november. Van deze plaats uit wensen wij u alsnog een Shubh Diwali toe en hopelijk heeft u tot nu toe een fijne tijd doorgebracht met uw naasten. Zoals u elke donderdag gewend bent, wordt u van de nodige informatie voorzien door de deskundigen tijdens de wekelijkse persconferentie. In verband met het Diwali-feest is de persconferentie deze week afgelast, maar in het COVID-19-journaal zal het team onder leiding van Sunita Nananpandey Gopisingh u toch voorzien van de nodige informatie. We beginnen met de voorzitter van de stuurgroep COVID-vaccinatiecommunicatie, Sunita Nananpandey Gopisingh. Zij zal het hebben in het bijzonder over de thuisisolatie, alwaar er wat ruis is ontstaan. Zoals gewoonlijk presenteren we cijfers op de wekelijkse persconferenties. Deze week vanwege de Nationale Vrije Dag. Doen we dan op deze manier. Ik heb twee updates te geven en dat gaat met name over de thuisisolatie. Dat is het eerste. De thuisisolatie heeft nogal wat ruis. Men denkt omdat de cijfers omlaag gaan dat de situatie ook heel sterk verbetert. Maar dat is dus niet echt zo. De mensen die in thuisisolatie zijn, daarvan is een deel nog steeds afhankelijk van de zuurstofconcentrators. Die cijfers worden elke woensdag doorgespeeld naar het 178-nummer en het e-mailadres voor de huisartsen. Dus ik heb de laatste cijfers van de afgelopen twee dagen. Op 1 november waren er 98 patiënten in thuisisolatie en op 2 november 135. Dus dat was een lichte stijging. De cijfers van de zuurstofafhankelijke mensen heb ik niet bij de hand. Maar ik kan wel aangeven dat dat nog steeds een situatie is die we niet willen hebben. U heeft gehoord dat er concentrators zijn van 5 en 10 liter. Maar op een gegeven moment is die 10 liter voor een patiënt ook niet voldoende. En moet de patiënt dan vervoerd worden naar het KKF. En vanuit het KKF mogelijk opgenomen worden in een van de ziekenhuizen. En dat is nou juist waar het knelpunt zit. Het doorschuiven naar de ziekenhuizen is nog steeds een probleem. Dus niet omdat de cijfers omlaag gaan, de besmettingscijfers, wil dat zeggen dat ook de ziekenhuizen en het KKF minder zieke mensen hebben. Dus om het maar zo te zeggen, het is net als een soort piramide. In de top hebben we dan de meest zieke mensen. En in de thuisisolatie zitten dan wat minder zieke mensen, maar die kunnen verslechteren. En dat gebeurt dus nog steeds dagelijks. Waarbij artsen dus beslissingen moeten nemen wie wel en niet kan naar een ziekenhuisplek. Dat is dan ten aanzien van de thuisisolatie. Verder wil ik ook een boodschap doorgeven namens de kinderartsen en met name die van het Slans Hospitaal. Zoals bekend hebben wij een vrij grote kinderafdeling en we hebben ook met de intreden van de Delta variant gezien dat het aantal kinderen dat ook besmet raakte met het COVID-virus, dat is toegenomen. Vanaf de maanden juli, augustus, september hebben we een toename gezien. Totdat we dus nu op het aantal van 20 kinderen zitten die opgenomen waren of al ontslagen zijn. En het goede nieuws is wel dat ze allemaal genezen naar huis zijn gegaan. Maar de boodschap is dus dat kinderen ook besmet raken en dat we nog steeds voorzichtig moeten blijven. Dus ouders moeten niet bang zijn om hun kinderen te laten onderzoeken of aan te geven dat het kind mogelijk COVID-verschijnselen heeft. Want dat merken we ook in de praktijk, dat ouders bang zijn om dat aan te geven. Het kind gewoon brengen en ja, presenteren als ze zijn ziek. Maar wat is ziek? Dus het is absoluut geen probleem om aan te geven wat de klachten zijn, zodat de doktoren weten waar ze gericht naar moeten zoeken. Ik zei al dat we dus rond de 20 kinderen tot en met vorige week opgenomen hadden. Een deel is, ze zijn allemaal natuurlijk naar huis gegaan en dan intussen worden er weer andere kinderen opgenomen. De leeftijden verschillen heel erg, vanaf een baby van 5 dagen tot kinderen van 14 jaar. Maar nogmaals, het goede nieuws is dat ze goed genezen naar huis gaan en met een goede thuisverzorging ook de ziekte verder uit kunnen zieken. Kinderen die wat lichte verschijnselen hebben, want dat komt natuurlijk ook voor, die mogen onder een goede begeleiding van de ouders wel in thuisisolatie.
maar natuurlijk met een goede monitoring. Dus tot nu toe lukt dat wel. De belangrijke boodschap is, iedereen die klachten heeft, gaat u naar de dokter, bel 178. En het belangrijkste is nog steeds dat er getest moet worden. We horen ook vaker dat mensen zeggen, ja, ik had even een verkoudheid of ik had een beetje keelpijn, ik heb het maar gewoon laten gaan. Belangrijk is dat we, om het percentage besmette mensen te weten in de samenleving, is het belangrijk dat men gaat testen. En het testen is overal, in alle buurten, kan dat, via 178, via de swaplocaties van RGD, via het BOG. Dus zo moeilijk is dat niet. Dus we roepen nog steeds de mensen op om zich te laten testen, zodat we het juiste percentage aan besmette personen in de samenleving hebben. Verder loopt het vaccinatieprogramma zoals we dat elke dag updaten. En dat loopt dus ook goed. En we zijn dus nu bezig met de outreach activiteiten waarover er ook al informatie is gegeven. Kafiar Asin, coördinator van het NCT, zegt dat gebleken is dat de mensen die op de intensive care belanden mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Deze trend is ook te merken in andere landen. Ook is al een aanvang gemaakt met het toedienen van een extra dosis vaccin. Uw aandacht voor Dr. Asin. We gaan een nieuwe fase in, of we zitten in een nieuwe fase waarbij we veel meer outreach doen. Het is ook heel erg belangrijk omdat we ook geanalyseerd hebben wie nou daadwerkelijk op de intensive care komen of overlijden. U weet, dat is de reden van het vaccineren. Inmiddels zijn we er wel achter dat degenen die gevaccineerd zijn toch wel besmet raken, maar ze belanden in principe niet in het ziekenhuis, niet op de intensive care of overlijden. Dat is dat er wel een aantal op de intensive care belanden. Dat heeft te maken met onderliggende aandoeningen of ouderdom. Dat is geanalyseerd, dat is ook bekeken in internationale publicaties. En wat blijkt is dat er bepaalde groepen een extra dosis nodig hebben. Daar zijn we dus ook meteen mee begonnen. Ik zal het ook wel zien in de internationale media, dat ook in Nederland bijvoorbeeld, in Amerika, de zogenaamde booster shots gedaan worden. Op dit moment is het voor 60 jaar en ouder, mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan of die nierdialyse ondergaan. Mensen die in de zorg werken met veel COVID-patiënten en mensen met immuunstoornissen, ofwel een ziekte of door medicijnen zoals chemotherapeutica. Dus voor die mensen die een verminderde weerstand hebben of een iets minder werkende weerstand, is het nodig om een extra boost te geven aan het immuunsysteem. Dus dat is waar we nu mee begonnen zijn. De vorige week zijn er al 1000 mensen geweest en naarmate het bekender wordt, komen er steeds meer mensen. We weten ook dat we te maken hebben met mensen die bedlegerig zijn of mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen gaan naar een vaccinatiesite. Daarvoor is er een mobiele unit Alpha, van zuster Meredith Cameron. En zij komen thuis vaccineren bij de mensen die niet weg kunnen. Als u onder die omstandigheden verkeert, kan u met 178 bellen. En vanuit 178 wordt dan de mobiele unit naar u toegestuurd om thuis gevaccineerd te worden. Er is ook een ander initiatief gestart voor mensen die de afgelopen maanden maar één dosis hebben gehad omdat ze een COVID-infectie daarvoor hebben gehad. De reden daarvoor is dat die ene dosis is in principe goed. Maar om terug te gaan waarom we dan toch een tweede dosis doen. Een vaccinatie is een nagebootste infectie. Dus er wordt gedaan alsof je, voor het lichaam lijkt het alsof je COVID hebt doordat er een deeltje van het virus of een doodvirus wordt ingebracht en daardoor komt er een immuunreactie op gang. En die immuunreactie die is heel erg afhankelijk van de hoeveelheid wat je noemt antigeen, dus de hoeveelheid virusdeeltjes die er naar binnen komen. Bij een vaccinatie is dat gecontroleerd. Het is altijd dezelfde dosis, dus we weten ook dat het voldoende is. Maar zoals u weet, COVID kan zonder klachten, het kan met heel weinig klachten of het kan heel ernstig verlopen. En daardoor weten we niet zeker dat wanneer je positief getest bent of de immuunreactie na die infectie voldoende is
om die weerstand een boost te geven, om die weerstand te stimuleren. En daarom kan het dat je na een infectie en één dosis toch nog te weinig bescherming hebt. We hebben nu voldoende dosis. En dat is een reden waarom we zeggen van oké, dat is geen beperking meer. En we willen, nu we toch die mogelijkheid hebben, die extra bescherming bieden aan de mensen die dat nodig hebben. Dus dat gaat in de eerste plaats om mensen met een verminderde weerstand. En in de tweede plaats om mensen die één dosis maar hebben gehad na een infectie. Dan is de vraag natuurlijk, voor welk vaccin kom ik in aanmerking? Is het de tweede dosis na een infectie, dan is het hetzelfde vaccin. Dat noem je homoloog. Dat is als je AstraZeneca hebt gehad, dan krijg je AstraZeneca. Als je Sinopharm hebt gehad, krijg je Sinopharm. Als je Moderna hebt gehad, krijg je Moderna. Als je Pfizer hebt gehad, krijg je Pfizer. En de termijn tussen de laatste injectie of die ene dosis en de tweede dosis, die is minimaal de termijn die er normaal aangehouden wordt. 3 weken voor Pfizer, 4 weken voor Moderna, 25 dagen voor Sinopharm en 8 weken voor AstraZeneca. Ook de communicatiecoördinator van het vaccinatieprogramma, Angela van der Kooijen, komt aan het woord in deze speciale editie van het Gouvernetisch-journaal. Zij geeft aan dat de vaccinatiecampagne nu in de tweede fase zit voor wat de aanpak betreft. Er wordt nu meer gefocust op outreach, waar er huis-aan-huis bezoeken worden afgelegd. Maar ook scholen zullen worden aangedaan om de mensen te voorzien van de juiste informatie met betrekking tot het vaccin. Als ondersteuning van de massacommunicatie zullen we de komende periode in de wijken gaan. We gaan dus de buurten intrekken om huis aan huis informatie te verstrekken. En ervoor te zorgen dat de informatie ook echt bij de mensen terechtkomt. Dat gaan we dus doen in verschillende wijken. We gaan dus ook naar Caroni, we gaan naar Latour. En eigenlijk alle wijken die eigenlijk die informatie opvragen bij ons, gaan wij ook naartoe. Maar ook al wordt het niet opgevraagd, gaan wij gewoon langs de buurten waar we zien dat er onvoldoende informatie terechtkomt bij de mensen bij wie het hoort. Dat is dus wat we de komende periode gaan doen. Dat ondersteunt dus de massacommunicatie waar we al 1,5 jaar mee bezig zijn. En nu hebben we gezegd dat we dus doelgroep specifiek gaan communiceren. Dus dat we echt per doelgroep de mensen gaan benaderen, per buurt, per wijk, eigenlijk erop uitgaan om ervoor te zorgen dat ook iedereen die informatie krijgt. Wat ook heel erg belangrijk is in dit geheel, is dat we ook langs de verschillende scholen gaan. Want we willen natuurlijk ook dat de scholen open blijven en dat men natuurlijk veilig naar school kan gaan. Een belangrijke doelstelling die we ook willen bereiken is dat we verantwoord en veilig willen gaan leven. Veilig leven, veilig wonen, veilig werken. Dat is ons motto. Door zoveel mogelijk informatie te verstrekken, kunnen wij daar ook voor zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen. Weten wat ze moeten doen als ze dus naar school gaan. Hoe zorgen de kinderen ervoor dat ze veilig weer naar huis gaan als ze van school komen. En hoe zorgen we er ook voor dat de scholen open blijven. Nou, zoveel mogelijk informatie verzorgen. Ervoor zorgen dat iedereen nog steeds op de hoogte blijft van de Mohana-regels die men moet hanteren. Ventilatie, wat heel erg belangrijk is. En dat is wat we dus de komende periode blijven doen. Het is belangrijk dat wij als burgers van Suriname ervoor gaan zorgen dat wij uit deze pandemie komen. Dat we een dekkingsgraad hebben zodanig dat wij weer gewoon veilig kunnen wonen, leven en werken. Want we weten niet hoe lang het gaat duren. Het kan nog heel lang duren, maar het kan ook zijn dat er een wondermiddel komt en het is zo voorbij. Dat weten wij op dit moment nog niet. Vandaar dat het dus belangrijk is om ervoor te zorgen dat we in deze pandemie onszelf weerbaar maken. Die weerbaarheid kun je alleen maar bereiken als mensen voldoende informatie hebben. En die informatie wordt dus ook vanuit het ministerie van Volksgezondheid verstrekt, vanuit het BOG, vanuit RGD, vanuit eigenlijk verschillende buurtinitiatieven. Wat ik heel erg omarm. Er komen heel veel buurtinitiatieven om informatie te verstrekken. Maar ook om huis aan huis te gaan. Ook vanuit de politieke partijen krijgen wij ondersteuning om zoveel mogelijk de mensen te bereiken. En daar zijn we absoluut blij om. De buurtorganisaties, de jongerenorganisaties. Dat zijn allemaal partijen waarmee we werken om dit te gaan bereiken. En via deze weg willen we ook de mensen die zich houden aan de regels, de ondersteuning bieden met verschillende burgerinitiatieven komen die ons scherp houden door door hun ideeën met ons te delen, willen we ook bedanken daarvoor. Want dat helpt er ook voor dat wij bijvoorbeeld ook in bepaalde wijken terechtkomen. Want soms kan het lijken alsof de informatie
die buurt heeft bereikt, maar in de praktijk is dat niet zo. En die geluiden krijgen we dan vanuit de burgers en dat is goed. Blijf die geluiden geven, blijf ons op de hoogte houden, zodat wij daar ook op kunnen inspelen. Laat je nu nog vaccineren. U ziet zelf hoe hard het team bezig is om u te voorzien van de juiste informaties. Het kost hun ook enorm veel tijd, moeite en geld om mensen te laten vaccineren. Ze doen het werk met alle plezier, maar hou er ook rekening mee dat al deze mensen ook hun eigen leven weer willen oppakken met hun naasten. Dus denk ook aan hun en laat je spoedig vaccineren, zodat we heel snel uit deze situatie kunnen geraken. Ik wens u een fijne dag verder en we zien elkaar morgen weer bij een andere aflevering van het COVID-19 Journaal.